Nou, de realiteit van 2015 is dat we nog steeds heel veel proefdieren gebruiken. Katten, honden, apen, kippen, vissen, muizen ook heel veel. En dat al jarenlang. En nu is het moment om daar wat aan te gaan doen. De wetenschap en de techniek zijn er klaar voor. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat in deze tijd we proefdieren voorgoed overbodig kunnen maken. Want Nederlanders staan erom bekend en dat ze heel nieuwsgierig zijn in wetenschap en techniek en innovatie. 20 jaar geleden hadden we nog niet kunnen denken over nanotechnologie, personalized medicines, organs on a chip. Nou, dat zijn dingen die nu allemaal ter beschikking staan. En die eigenlijk ervoor gaan zorgen dat het diermodel gewoon vervangen wordt door veel betere alternatieven. En Hans Klevers is hierin koploper in de wetenschap. En wij willen graag het proefdiergebruik voorkomen. Dus het was een logische stap om te gaan samenwerken met Hans Klevers. Nou, we zijn heel trots en blij met deze samenwerking. Want het zegt natuurlijk wel iets dat Hans Klevers en zijn Hubrecht Instituut samen met ons deze weg opgaan. Het biedt echt een lange termijn oplossing om zowel proefdieren te vervangen als mensen ook beter te genezen. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat hij stelt dat hij 25% van het proefdiergebruik in het kankeronderzoek kan voorkomen. En dan heb je het echt over hele grote aantallen. En daarvoor heeft hij zijn zogenaamde organoids ontwikkeld. En het mooie daarvan is ook nog eens dat je die kan opslaan in een zogenaamde Living Biobank, waardoor ze nu en in de toekomst beschikbaar zijn voor onderzoek. Ja, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Proefdiervrij gelooft heel erg in de techniek van de organoids. Dit gaat echt een omslagpunt zijn in wetenschappen en techniek. Want hiermee worden proefdieren gewoon hartstikke overbodig. En het is ook nog eens veel beter voor de mens om op deze manier onderzoek te gaan doen. Waardoor je eigenlijk samen op weg gaat naar een proefdiervrije wereld.